moet er even kijken wanneer we dat filmpje erin gooien. Weet jij dat filmpje? Als het op een gegeven moment over Hago niks gaat. Welkom bij Topnames. Met enige regelmaat praten wij met mensen die dicht op ons persoonlijk vakgebied zitten. Maar zeker zo interessant vind ik het als het over terreinen gaat waar ik eigenlijk nog nooit over nagedacht heb. Ik mag deze donderdag dagvoorzitter zijn omdat het bedrijf Hago, waar ik al eerder gezegd ook nog nooit van gehoord had, 70 jaar bestaat. Gigantisch schoonmaakbedrijf. Ik kwam daar te praten met mensen en die begonnen te vertellen over de innovatieve dingen die jullie, en jij bent dan van uiteindelijk van het moederbedrijf, hè? Bego, Roy Ploem, wat jullie allemaal daar doen. En ik dacht, wauw, fantastisch. Dus ik vind het ontzettend spannend om eens te horen en uitdagend in een gebied waar ik niks van weet, hoe innoveer je een grote organisatie, want jullie hebben 50.000 mensen wereldwijd. Jullie zijn dat in een jaar of 5 aan het doen. Hoe verander je een organisatie? Nou, dat soort kleine onderwerpen willen we met je over praten. Laten we even een heel simpel ding beginnen. Als jij naar de afgelopen jaren wat jullie hebben gedaan innovatie, waar ben je trots op? Maar mag ik je onderbreken gelijk? Zo. Ja, misschien ook. Ik wil eerst wel even weten wat dat bedrijf eigenlijk doet. Goed, dat vind ik ook goed. Ja. Mooie vraag. Nou, Verbego is een internationaal familiebedrijf. We zijn niet wereldwijd. We zitten in een aantal landen in Europa. En we zijn actief in een aantal takken van sport. Facility services, je noemde Hago al. Een van de grotere schoonmaakbedrijven in Nederland. Ons grootste bedrijf ook dit jaar 70 jaar bestaat. Dus facility services, één tak van sport. Personeelsdiensten, zeg maar onze uitzendbureaus, waarvan TENS het grootste is. Dan zitten we nog in de zorg, van handjes aan het bed tot aan concept op raad van bestuursniveau. We zitten in een tak publiek domein. Heel veel joint ventures met sociale werkplaatsen. En dan hebben we nog een vreemde eend in de bijt. En dat is onze tak Products and Systems. Het zijn bedrijven die maken producten, middelen, materialen, machines. Voor met name schoonmaakbedrijven. En dan ook nog met name de zorg. En dat is het bedrijf Alfeios, is daar het grootste in. Dus we hebben iets van 140 bedrijven. Verspreid over 5 Europese landen. Een miljard omzet, 50.000 mensen. Nou, ja, klopt. Dus even heel concreet. Gaan we weer breder. Ja, noem mij één ding waar jij trots op bent. Nou, waar ik trots op ben is als je kijkt naar mijn rol binnen de organisatie en hoe we dan innovatie hebben opgepakt, is dat wij het altijd beter willen doen voor mensen. Dus het kopje duurzaamheid, dat zit Verbego in de genen. Dus ik ben erg trots op een aantal dingetjes die wij gedaan hebben op online en mobiel gebied. Maar met name om hoe wij omgaan met onze mensen. Dus met onze 50.000 mensen. Daar ben ik iedere dag weer apetrots op. Wat is daar bijzonder aan? Hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in mijn rol dan. Hè, en ik mag binnen dit hele mooie bedrijf alleen maar op zoek naar nieuwe businessmodellen en communicatiemodellen op online en mobiel gebied. Dus ik ben zeg maar de hele dag op ontdekkingstocht naar nieuwe dingen. Is dat wij bijvoorbeeld schoonmakers een smartphone-applicatie hebben gegeven en die hun het werk leuker en makkelijker maakt. Niet die Hago of een ander bedrijf meer controle geeft, maar die dus ingezet is om het werk leuker en makkelijker te maken voor die schoonmaker. En daar ben ik wel apetrots op. En hoe maak je dat leuker voor die schoonmaker? Nou, om dicht bij die vloer te zijn. Hè. Dus niet inderdaad bij die CEO of bij die directeuren te zijn, maar op de vloer, bij onze mensen, bij onze intercedenten. Ja, maar maak dat dan gelijk eens concreet. Wat doet die app voor een schoonmaker? Wat kan die man daar dan mee of vrouw? Men kan onder andere eigen producten bestellen. Men kan registraties doen. Men kan meldingen maken van kapotte lampjes. Men kan een klanttevredenheidsonderzoek gewoon houden via de mobiele telefoon. Kan kwaliteitsonderzoeken doen via de mobiele app. Dus we hebben dat ding Ellie genoemd, zeg maar. Ja, ik snap het toch nog niet helemaal. Weet je. Er komt iemand schoonmaken en die gaat een kwaliteitsonderzoek doen. Ja, nou als je kijkt in schoonmaak, bijvoorbeeld schoonmaak is eigenlijk ook een gekke wereld.
ook een wereld waarin verschillende doelgroepen ontevreden zijn. Bijvoorbeeld de schoonmaker vindt altijd dat hij te hard moet werken. Is ook zo, dus keihard werken. Ja, de klant vindt dat het niet goed genoeg gebeurt. Klopt, klant vindt dat het niet goed genoeg gebeurt. Altijd discussie over. En de opdrachtgever die zegt, krijg ik al waar voor mijn geld. Ja. Dus wil hij die transparantie in die markt brengen. En als je dan gaat kijken waar een schoonmaker tegenaan loopt, is dat ik ben net hier geweest, ik heb deze tafel mooi schoongemaakt. Dan komen jullie twee binnen en jullie maken er weer een puinhoop van. Dan komt de facility manager om de hoek en die zegt, schoonmaker is weer niet geweest. Altijd dan wel eens nietjes spelletje, je bent hier wel geweest, je bent hier niet geweest. Hoe helpt die app daar dan bij? Nou, doordat we met QR-codes of NFC de ruimte taggen, weet in ieder geval de facility manager, de schoonmaker is hier geweest. Het kapotte lampje, want onze commerciële mensen die verkochten altijd, het kapotte lampje wordt gemeld, waren even vergeten hoe dat in de praktijk ging. Dat die schoonmaker terug naar zijn werkkar moest lopen, moest gaan schrijven. Hoezo? Ik ben laag opgeleid, ik heb moeite met schrijven. Weer terugkwam naar deze ruimte en ongeveer 10 minuten voor deze ruimte had. En dat dus zit nu allemaal in die app? Het zit nu allemaal in die app. Er was ook nog een probleem dat schoonmakers zeiden, ik heb wel schoonmaakmiddel. En er waren in 2010, toen we dit ontwikkeld hebben, waren schoonmaakstakingen. En toen zeiden schoonmakers van, maar ik moet soms met een lege fles schoonmaken. Ook dat hebben we weggewerkt, doordat schoonmakers nu als vakman, want wij vinden, het is echt een vak, en dat die schoonmaker zijn eigen producten kan bestellen. Oh, die bestelt voor zijn eigen car via de app. Ja. Maar nou heeft niet elke schoonmaker een iPhone 5S... Hoe lossen jullie dat probleem? Ja, nou, we hebben het in eerste instantie binnen Hago Next, een van de bedrijven binnen Hago, hebben alle schoonmakers werken daar met Ellie, zeg maar, de mobiele applicatie. Er zijn er ondertussen alweer 200. En die hebben inderdaad niet de iPhone 5, maar die hebben wel de nieuwste Samsung Galaxy S2 Plus met NFC. Dus, en die krijgen ze gewoon van de zaak? Die krijgen ze van de zaak. En wat mooier daarvan is, en dat is, weer de ontwikkeling die en waar Verbego ook gewoon voor staat, voor zijn mensen, is dat dat ding niet alleen op het werk blijft. Nee, ze mogen hem ook mee naar huis nemen. Dus ze mogen ook thuis dan mee bellen. En we betalen ook nog een deel van hun privéabonnement. Okay. En zo wordt het meteen een wervingstoel voor ons. En is het niet alleen maar een zakelijk gebruik. Ja, je zei van, we proberen het werk leuker te maken voor die mensen. Hoe meet jij of ze blijer zijn? Ja, nou dat daar hebben we een aantal. Eén, je gaat natuurlijk heel goed evalueren van wat doet dat apparaatje met ze. Maar we houden ook maandelijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Via Ellie, zeg maar, via de mobiele app, wordt er maandelijk gemeten hoe die schoonmaker in het vel zit. Ook wat het gebruik van Ellie met hem of haar doet. En je ziet gewoon de resultaten, is dat niet alleen de zelfstandigheid is toegenomen, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van die schoonmaker. En dat het werk echt leuker en makkelijker voor ze wordt gemaakt. Ja, zeg even ratingswaarderingen. Gelijk even een vraag van Raimo van der Plein. Ken je vast. Vroeger van Leer bijvoorbeeld. Van Leer, een van de grote bekende jongens. Of ze bij jullie ook aan het kijken zijn naar Google Glass en naar bijvoorbeeld iBeacons en BLE. Ja, nou ja, dat is een... Om zeg maar de transparantie in het werk nog groter te maken. Ja, nou ja, dat is een goeie. Ik ben op dit moment inderdaad, of we zijn nu aan het kijken. Ik zeker vraag het ook omdat je begon met te zeggen, ik denk, jezus, wat heb jij een leuke baan. Je zegt eigenlijk dat je de hele dag alleen maar bezig hoeft te zijn met nieuwe dingen en nieuwe businessmodellen. Ja. Dus jij bent... Gisteren was er op Fast Moving Targets een blogpost van Gonnie van der Zwaag van de iPhone Club over een nieuw apparaatje. En het eerste wat hij twitterde van, hij had hem al zich ingeschreven, het apparaat, want dan kon hij gaan kijken, is het wat voor ons? Ja. Maar goed, is zo'n Google Glass iets voor de schoonmaakbranche? Ja, absoluut. Als je nu kijkt, toen wij het ontwikkeld hadden, dachten we van we doen zo'n telefoon in een mooi hoesje en dat kunnen ze dan constant gebruiken. Het is toch weer een handeling die ze extra moeten doen. En daarnaast, dames hebben, ik had natuurlijk weer vanuit een herenbril gekeken. Wij hebben allemaal een riem om, dames hebben geen riem om. Dus die zaten op een gegeven moment met die telefoon, waar moet ik ermee naartoe? Dus daar hebben we nu oplossingen voor gevonden. Maar we zijn dus wel aan het kijken, zeker naar zo'n Google Glass, van een melding maken. Ja, hoe makkelijk is dat als ik maar door mijn bril hoef te kijken en het kapotte lampje. Opdrachten krijgen, hè? Want een klant, we hebben, Ellie brengt ook de klant en de schoonmaker veel dichter in contact. Dus al die lagen die er vroeger tussen zaten, die hebben we allemaal niet meer bij de Hago Next. Nee, dus de schoonmaker heeft direct contact met die klant. En dat,
Ja, dus ik ben wel zeker aan het kijken naar dit dat, soort dat volg je wel, dat soort dingen. We hebben trouwens een leuk filmpje daarover. Misschien moeten we er even naar kijken. Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Hoewel schoonmakers onder hoge druk presteren, zijn eindgebruikers vaak niet tevreden. Bovendien weten opdrachtgevers vaak niet waarvoor ze betalen. Het kan anders met Hago Next. We stappen over op maximale dagschoonmaak. Want ruimte voor direct contact met de eindgebruiker zorgt voor positieve beleving. We laten standaard werkprogramma's los en vertrouwen volledig op het vakmanschap van onze mensen. Die door opleiding en coaching inspelen op de actuele schoonmaakbehoeften. De verantwoordelijkheid bij de vakman. We maken de prijsopbouw volledig inzichtelijk en werken met open begroting. U weet wat u krijgt en waar u voor betaalt. We zoeken altijd naar een maximaal duurzame aanpak voor en samen met onze opdrachtgevers. Zowel in onze producten als dienstverlening. Schoonmaak georganiseerd vanuit de behoeften van zowel eindgebruikers, vakschoonmakers en de opdrachtgevers. Met innovatie als motor achter onze vakmensen. Next klantenportal en smartphone app Ally voor volledige transparantie en effectiviteit. Een bewezen aanpak die Hago Next dagelijks in de praktijk brengt bij toonaangevende opdrachtgevers. Hago Next durft dan ook harde garanties af te geven. Gastvrije dagschoonmaak, vakmanschap, continue innovatie, topbeleving, volledige openheid en transparantie, niet goed, geld terug. Hago Next, de nieuwe norm in schoonmaak. Hey, als je de site van VBGO leest, en we gaan niet alle dingen langs, maar wat je heel duidelijk zeggen, innovatie is voor ons ontzettend belangrijk en duurzaamheid is ontzettend belangrijk. Ja. Je leest ook terug, we zijn ergens in 2009 of 2008 begonnen aan wat jullie een reis noemen, waarin dat innovatie belangrijk is geworden. Jij was op, toen, online, hè? Op online gebied. Ja. Jij was er toen bij. Ja. Wat was de reden om... De aanleiding, zeg maar, om op dat moment of in die tijd te beginnen? Ja, nou, ja, dat is mooi. Wij eigenlijk ons grootste uitzendbureau, TENS, dat heeft een heel aantal vestigingen. Dus zeg maar beton. En wij dachten toen al van, dat gaat anders. Hè? En toen kwam dat ook dat mooie boek uit, What Would Google Do? Dat vast en zeker iedereen gelezen heeft. En we zijn toen eens gaan nadenken van, ja, hoe zou dat anders kunnen? Dus we zijn onder andere die hele sociale wereld in gedoken. En 2008 was Hives. Hè? Dat kwam net even terug. Daar hoor je tegenwoordig niks meer van. En we zijn ook gaan kijken naar aanpalende branches. We hebben de hele datingwereld onderzocht. We hebben de makelaardij onderzocht. De reisbranche onderzocht. Dat waren ook dienstverlenende takken. En die waren al verder dan uitzend en ook dan schoonmaak. Dus, en daarvan hebben we dingen eigenlijk bekeken van wat werkt daar en hoe kunnen we die kopiëren naar onze bedrijven. Dus zo zijn we begonnen in 2008. En daar is Ellie een afgeleide van. Ja, en het mooie van dat hele verhaal is dat er ondertussen 6 of 7 varianten zijn van Ellie's die we samen met onze klanten, want daar zit onze kracht, het samen ontwikkelen met partners, samen met klanten, dus die Ellie's hebben ontwikkeld. Dus we hebben onder andere de Cleanroom Ellie samen met ASML ontwikkeld. We zijn nu bezig met de Mobi Ellie ontwikkelen voor bussen en treinen. We hebben de Zorg Ellie samen met Hago Zorg en een aantal ziekenhuizen ontwikkeld, die gewoon inzicht geeft in het hele beddenbeheer van een ziekenhuis. En we zijn nu ook bezig met de Flex Alley voor onze Flex collega's. Ja. Hey, Arthur Hogeveen vraagt, en waarschijnlijk wel logisch, hij zegt, gaat het eigenlijk wel om leuker? Want de toon leg ik er natuurlijk in, want die zit er niet in. Hij zegt, efficiency is de driver, toch? Want jullie zijn uiteindelijk gewoon een bedrijf wat ook goed zaken moet doen. Ja, uiteindelijk, nu, omdat wij een familiebedrijf zijn, hebben we wel een heel andere insteek dan een beursgenoteerd bedrijf. Dat merk je ook bij ons allemaal terug. Wat is het, hoe omschrijft dat is, wat het verschil is? Nou, dat er echt, we zijn bezig met, bij wijze van spreken, de aandeelhouders zijn bezig met het overdragen naar naar de volgende generatie. En niet om snel geld te verdienen. En dat geeft meer ruimte, zeg jij? Ja, absoluut. Waarvoor precies?
Nou, dat geeft meer ruimte om ook te innoveren, maar ook om dat rustiger te doen. Het hoeft niet meteen morgen geld op te leveren. Kijk, als je kijkt naar zo'n Ellie, we hebben het... Nee, maar nog steeds even terug naar de vraag. Het gaat natuurlijk wel om efficiëntie. Ja, de ontwikkelingen die jij doet. Ik geloof daar niet in. Meen je dat nou serieus? Ja, daar ben ik echt in. Omdat de visie achter het idee Ellie was van, we maken het leuker en makkelijker. Want als die gebruiker daar zich vertrouwd mee voelt, als die het gaat gebruiken, dan kunnen wij er van alles mee. En dat zie je nu ook gebeuren, waardoor op een gegeven moment productiviteit stijgt, efficiency is, inderdaad minder faalkosten in communicatie. Je ziet alles gebeuren omdat je een andere insteek hebt dan de controle. En ik geloof heel erg in het leuker en makkelijker maken en niet in die controle. Ja. Jij zegt, dan is efficiëntie het gevolg en niet het doel. Ja, absoluut. Ja. Ja. En je doet nog iets anders prachtigs, want je doet heel veel. Hè? Dat kunnen we waarschijnlijk in deze tijd niet allemaal benoemen. Maar een van de dingen die jullie doen, en dat omschrijven jullie zelf als nightmare competitors. Wat jullie doen is, kruipen jullie in de huid van potentiële mogelijke concurrenten. Starten bedrijfjes in dezelfde markt. Die gaan concurreren op jullie eigen bedrijf. Ja. Ja. Klinkt fantastisch, maar hoe gaat dat? Ik vond ook de nightmare competitors. Ja, dat vind geweldig. Ik echt. Ik denk, ja, zo mooi. Yes. Als je je hebt een bedrijf en je denkt van, ja, wat is nou echt onze nightmare? Weet je? Ja. Maar wij gaan volgende week, hier gaan wij de nightmare competitor van VBGO maken. Ik doe mee. Vertel eens, hoe doe je dat? Ik vind het namelijk een waanzinnig concept. Ja, hoe wij dat doen is dat we met een aantal mensen 2 dagen de hei op gaan. En op het einde van die 2 dagen hebben we een nightmare competitor voor een bepaalde tak van sport. En een voorbeeld daarin, we hebben een bedrijf Alfeios genaamd. Die hebben topadvies in. Ze verkopen onder andere schoonmaakmiddelen, maar ook heel veel concepten en diensten. Wat bedrijf veel op draait, is zeg maar het verkopen van die producten. Ja, ik weet niet waar jij niet je schoonmaakmiddelen, maar waar je kleren koopt en andere dingen. Dat doen we natuurlijk veel via internet. Dus we hadden gedacht van, hoe kunnen we nu een bedrijf dat met lage prijzen, maar toch met een heel hoog adviesgehalte. Nou, en daar hebben we bijvoorbeeld een bedrijf Clean Deal voor bedacht. En dat bedrijf draait nu, is een van de verbeterbedrijven in de Products and Systems. En wat er dan dus gebeurt is, jullie bedenken met elkaar die nightmare competitor. En dat blijkt zo'n goed idee te zijn dat je hem gewoon gaat starten. Ja. Ja. Ik vind het echt waanzinnig. Ja. We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig voor, als je kijkt naar dus uitzend. Ja. Heel veel vestigingen. Ik geloof absoluut niet meer in vestigingen. Ja, gewoon dus, gebouwen. Ja, al die gebouwen. Hè. Ja. Alle grote die hebben nog al die gebouwen. We zijn tents helemaal om het vormen naar een heel andere wereld. Naar mobiel en online werken. Maar jullie hebben ook dus de nightmare competitor voor tents bedacht. Ja, we zijn dus bijvoorbeeld nu we willen het eerste mobiele uitzendbureau. Dus echt van A tot Z in de markt zetten. Dus ook waar je ID's scannen, gewoon via je mobiel doet. Waar je contracten tekent via je mobiel. Waar je inschrijft via je mobiel. Het hele plaatje. En niet meer de gebouwen. Dus we gaan ook heel tents helemaal omvormen naar een bedrijf dat van heel veel vestigingen teruggaat naar homebase. Maar wat jij eigenlijk zegt is, die omvorming en het idee daarop komt uit zo'n nightmare competitor sessie. Nog een vraag van Johan Schaap, even tussendoor. Nog even over die schoonmakers. Gaan we even terug naar de schoonmaker. Ja. Kan een werknemer van de klant ook via een app of iets ergens communiceren met de schoonmakers? Ja, hele mooie vraag. Nog niet. Maar ook daar willen we naartoe. Kijk, dat zijn allemaal richtingen dat we die eindgebruiker nog dichter in contact willen komen met die schoonmaker. Hagonex is nu al een concept dat wat dagschoonmaak is. Dus de schoonmaker wordt er al gezien. Ja. Dat is een heel groot voordeel, want Ik zit er vaak bij klanten en die klanten zeggen, ja, vroeger deed ik zo en tegenwoordig doe ik zo. En dat is al een gevolg van dat we een relatie hebben. Ik vind het daarom ook een interessante vraag van Johan. Want ik herken dat wij, want ik werk ook vaak in zo'n gebouw waar een schoonmaak is en weet ik wat. En als er iets niet goed is, dan ga ik naar het secretariaat en dan zeg ik, goh, bel die lui van de schoonmaak is, want dit of dat of zus of zo. Ja. Terwijl ik weet ook wel welke mevrouw dat is die elke middag om 5:30 komt. Als ik haar zelf zou kunnen
vragen. Ja. Op een vriendelijke manier. Van, goh, zou je een keertje dit of dat willen doen? Zou ik dat doen? Ja. Nou ja, ik heb die middelen niet. Nee, nu nog niet. In ieder geval, bij ons is het dadelijk wel, wel mogelijk. Want het is een hele mooie doorvertaling om die gebruiker nog dichter bij die schoonmaker te krijgen. Ja, ik snap hem. Zullen we anders Wilbert er eventjes bij vragen? Wilbert Baan? Is goed. De actieve rol gespeeld bij het ontwikkelen van... ik zal mijn... En dan vraag ik jou ondertussen eventjes... Wat mij zo intrigeert, jij vertelt al deze dingen alsof het de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat is niet bij ieder bedrijf zo in ieder geval. Wat is er bij jullie, wat is het uniek aan jullie bedrijf dat jullie dit soort dingen doen? Want de concurrent van je eigen bedrijf in de markt zetten klinkt heel logisch als jij het vertelt. Maar dat is niet heel erg natuurlijk voor de meeste organisaties. Hoe komt dat dat het bij jullie, zoals jij het nu vertelt, een normaal ding is? Ja, geen idee. Ik vind het natuurlijk wel heel bijzonder dat ik deze rol binnen dit hele mooie bedrijf mag hebben. Ja. Wat is dat voor een familie? De familie Goedmakers. En het wordt gedragen dus vanuit de top. En dat is een mooie naam is het ook in dit geval, als jou zo praat. Goedmakers. Goedmakers. Absoluut, absoluut. En ik denk dat heel veel mensen zich onderdeel voelen van die familie. Ondanks dat ze geen familie zijn. Mag ik nog één vraag aan jou voordat we Wilbert er even bij betrekken? Raimo van der Klein vraagt nog. Die 50.000 mensen die bij jullie werken, die creëren heel veel data met dit soort apps. Jij zei net wel van het gaat me niet om het controle, het gaat om andere dingen. Maar goed, al die data die mensen genereren door die smartphone-app te gebruiken. En zouden nog veel meer data kunnen vastleggen. Wordt daar iets mee gedaan en ziet VBGO daar kansen? Dus op dit moment wordt er nog niks mee gedaan. We hebben nu heel erg gefocust van op die schoonmaker. Mm-hmm. Nu gaan we echt kijken van, we hebben zo ontzettend veel data. Bijvoorbeeld over deze ruimte. Hoe lang is hier iemand geweest? Hoe vaak wordt deze ruimte gedaan? En mijn droom, dan komen we weer even terug op jouw beginvraag, is van dat wij heel andere gesprekken met onze klanten gaan krijgen. Dat we niet meer gaan zeggen van dat je het gaat hebben van is het schoon of het is vies. Nee, dat is een gegeven dat het schoon is. Maar dat je gesprekken gaat krijgen van klant. Weet u wel dat hier maar 2 minuten per maand schoongemaakt wordt door onze vakman? Dan ga ik ervan uit dat deze ruimte weinig gebruikt wordt. Dus moet dit wel een vergaderzaal zijn? Kan dit niet beter een flexplek worden? Dan ga je heel andere gesprekken met je klanten in. Ja, en daar willen jullie die data uiteindelijk voor gaan gebruiken. Om en, die schoonmakers gaan het gesprek ook voeren dan? Nee, de schoonmakers die hoeven dat gesprek niet te voeren. Die houden zich bezig met de kernproces. Nee. Ja. Okay. Ik ken het hele geluid of niet? Oh, wacht. LiveScore Addicts. Dat is zo'n voetbal-app die doorlopend. Sorry. Dan ben jij dus een LiveScore Addict. Oké. Okay. Wilbert, jou erbij gevraagd. Jij bent van Somehow. En opeens, jij hebt mij eigenlijk al jaren geleden verteld dat jullie bezig waren met iets voor een schoonmaakbedrijf. Ja. En ik heb me toen eigenlijk nooit. Ik kende het bedrijf niet, heb het nooit gelezen. En nu ineens viel er wel allerlei kwartjes. Kun jij mij eens vertellen hoe jullie in dit project betrokken zijn geraakt en wat het voor jou bijzonder maakt? Wij kwamen erin via een collega van Roy. Die zag een presentatie van ons ergens. En toen zijn we gaan praten. En dus nog een paar keer gaan praten. En toen kwam het eigenlijk op neer van... mobiel was op dat moment heel erg aan het opkomen. Wij waren met mobiel bezig. En het was wat kun je nou met mobiel binnen een organisatie zoals een schoonmaakorganisatie? Ik kende VBGO ook niet. En Hagel ook helemaal niet. En toen zijn we mee gaan kijken met schoonmakers. Hebben we een soort van vanuit onze optiek een eerste prototype, heel ruw prototype gemaakt. Met wat ideeën erin van dit zou kunnen of zou dit kunnen. En dat zijn we met elkaar helemaal gaan verfijnen in het traject daar naartoe. Totdat het echt iets was wat startuitgangspunt leek. En dat is toen gemaakt. En die pilot is gelanceerd en gelijk live gegaan. Dat ging daarna heel hard. Ja, en als ik Roy hoor praten, zegt hij, we doen allemaal heel veel ontwikkelen met klanten en met de medewerkers van ons. Hoe hebben jullie in dit geval de schoonmakers erbij betrokken? Nou, de schoonmakers geïnterviewd. Er zijn een hele hoop sessies geweest of met verschillende mensen. Dus met grote groepen.
Na de lancering is er een soort van pilot bij een klant geweest. Waarbij we ook die schoonmakersconst hebben geïnterviewd en daarop hebben gekeken van ja, wat kun je daar nou aanpassen? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? En dat gebeurt nu nog steeds. Er gaat nu nog heel veel. Er is heel veel contact met schoonmakers. Worden ook eisen aan ze gesteld? Moeten ze bepaalde dingen doen? Moeten ze zeg maar een foto maken? Moeten ze vastleggen? Want over het algemeen, dit soort dingen lukt eigenlijk alleen maar als het voordeel voor mensen evident is. Of als je ze zeg maar op basis van een boete verplicht. Nee, we geven absoluut geen boete. Absoluut niet. Nee, ja, ze moeten niks. Maar het is natuurlijk wel onderdeel van het concept dat dit gedaan wordt. En wat het mooie van de schoonmaker is, van die vakman, die komt binnen een ruimte en die kijkt om zich heen. Dus die begint niet meteen. Nee, die kijkt eerst eens om zich heen. Wat is hier aan de hand? En vanuit daar, het is ook cool om je telefoon te pakken en een fotootje maken van een kapot lampje dat direct bij die facility manager terechtkomt. En die facility manager die geeft een terugkoppeling aan jou. Oké, ik ben ermee bezig. He, dus je ziet, het is ook statusverhogend. He, dus het wordt ook automatisch dan opgepakt. Zit er statusverhogend? Zit er gamification elementen in? Ja, aan het begin hebben we verjaardagen direct gedaan. Dat was een heel klein dingetje, maar gewoon dat je verjaardagen van je collega's kon zien. We hebben heel veel jubilea toegevoegd en bedacht, want het verloop is heel hoog in schoonmaak. Dus er zit heel veel dat je ziet van nou, iemand is al een jaar in dienst of is al 2 jaar in dienst. Er zit een... omdat we na een tijdje alle ruimtes weten en wie die ruimte schoonmaakt, is er ook een controle dagelijkse... DKS is de afkorting, dagelijkse controle schoonmaak app gekomen. En dat is eigenlijk die controleert of een schoonmaker de juiste opleiding heeft en de juiste spullen gebruikt. En daar zit ook een gaming element in de zin van dat je medaille kunt geven. En dat is dan vrij aan de leidinggevende van die schoonmakers hoe die dat inzet. Gebruikt hij het niet, gebruikt hij het wel, hangt hij er een taart aan of doet hij... Dus daar is echt gewoon, dan kun je een soort van feedback geven van nou, alles was echt perfect. Ja. Dat is wel mooi. Wat je ziet gebeuren is dat schoonmakers onderling gaan praten. DKS is het dagelijks kwaliteitssysteem. En van welke medaille heb jij gekregen? Oh, je hebt een gouden. Oh, ik heb een zilver. Je ziet een onderlinge competitie ontstaan. Die oude stickertjes van de lagere school, die blijven toch gewoon werken. Het zijn allemaal oude mechanismes, maar ze blijven het gewoon goed doen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hey, als je zo'n grote organisatie bent, hè, en we hebben deze voorbeelden, waar ook door onze vragen, maar een belangrijk deel over de schoonmaak achter de dingen gaan, maar die 50.000 mensen die bij jullie werken, hoeveel denk jij, welk percentage daarvan heeft het gevoel van ik werk bij een innovatief bedrijf? Oeh. Ja, dat is een goeie. Of ik word gewoon maar elke dag die trein ingejaagd en moet zo snel mogelijk schoonmaken. Ja, nou, ik denk dat er zeker een heel aantal dat ook denken. Maar ik denk ook dat er een aantal het niet denken. He, dus een percentage, ik weet het niet. Nee. Ik zit zelf heel veel op de vloer. Ja, Wilbert zegt dat, wij zitten heel veel op de vloer. Zo worden onze leiding ook aangenomen. We hebben een bepaalde cultuur binnen Verbego, maar ook binnen de bedrijven. Je ziet die hele familiecultuur wel terugkomen. Maar ja, uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Dus duurzaamheid, innovatie staat echt top bovenaan. Het zal niet allemaal over roze geur en maneschijn zijn, maar in ieder geval bij heel veel bedrijven wel. Ja, en wat doe je eraan om dat zeg maar in de genen van een bedrijf te krijgen? Want ik had vorige week een gesprek bij Hago en daar, ik had een half uurtje gezeten en er vielen woorden als lean. En, dat valt bij ons natuurlijk ook vaak over de lean startups en achtige dingen. Open innovatie, nou en zo was er nog een hele sociale trits. Innovatie, sociale innovatie, hele duurzaamheid. Trits aan woorden. Ja. Wat doen jullie eraan om dat soort begrippen, dat soort kennisdeling, dat soort dingen, ja, onderdeel van het bedrijf te laten zijn. Hoe doe je dat? Ja, nou, ik kan dan zeggen hoe wij dat met online en mobiel doen. Is door iedereen echt bij te betrekken. We hebben bijvoorbeeld 2 keer per jaar gaan we met heel veel bedrijven gaan we allemaal concepten bedenken. Betrekken we die bedrijven erbij, betrekken we meteen mensen erbij die het kunnen uitwerken, die het concept ook visueel kunnen maken.
En dan hebben we op één dag in zo'n hackathon, in zo'n 12 uur sessie, hebben we gewoon 6-7 concepten staan die we ook gaan presenteren aan de Raad van Bestuur. Dus we hebben de maand van mobiel gedaan, in september de maand van sociale innovatie. Ja, en dan ga je dingen bedenken om het beter te doen voor je mensen in de bedrijven, samen met die mensen. En die worden meteen ambassadeur van maar maakt het dan eens concreet, ga je dan echt met 20 schoonmakers ergens in een ruimte zitten om nieuwe concepten te verzinnen? Is dat niet alleen met schoonmakers. Maar als het over schoonmaak zou gaan? Ja, dan betrekken we schoonmakers, betrekken we objectleiders. Hè, de leiding van betrekken we klanten. En dan ga je inderdaad op de hei zitten en je gaat gewoon concepten bedenken. Het probleem, wat is het issue van het bedrijf? En bijvoorbeeld in de maand van mobiel hadden we, online uitzendbureau hebben we daar bedacht. Daar hebben we een game bedacht voor bij overname van personeel. Nu in de maand van sociale innovatie hebben we gekeken van hoe kunnen we de schuldsanering oplossen op een andere manier. Omdat wij natuurlijk met heel veel laag opgeleid personeel zitten. Dus ook heel veel daarmee te maken hebben. Ja, dus actief mensen betrekken. Uit alle geledingen. Ja. Hey, Wilbert, ik weet dat jij ook heel veel naar nieuwe technieken en aankomende technieken kijkt. Hmm. Wat zou er in deze branche nog meer kunnen met de technieken, de technologie die eraan zit te komen? We hadden net toevallig even over Google Glass, maar het kan van alles zijn natuurlijk. Ja. Even kijken. Nou, dat vind ik wel lastig. Wat wel interessant is, denk ik, is gewoon hoe platformen werken. Het is natuurlijk, het zijn echt bedrijven. Je ziet natuurlijk steeds meer werkverschuivende platformen. Nou, dat is denk ik interessant. Interessant als je daar naar kijkt. En mij zegt over nieuwe technologie. Ja, dan heb je heel snel geen richting misschien wat je met Google Glass zou kunnen. En dan is natuurlijk de vraag, dat komt. Is het praktisch werkbaar of kan zoiets of zit het niet in de weg? Dus goed was het met die smartphone. Op dat moment was er geen NFC. Dus toen deden we met QR-codes. Het werkte heel simpel. Ja, nu is er NFC. Nu werkt het een stuk soepeler of werkt het op een andere manier. Ja, en straks. Dus het moet ook gewoon. Is er natuurlijk een perfecte in-house navigation systeem met. Ja, dus het is dan ook. Waardoor je weer toch compleet andere dingen natuurlijk kunt gaan doen. Ja, dat is er natuurlijk. Ik geloof uiteindelijk, deze ruimte gaat dadelijk aan ons vertellen of die vieze is of niet. Ja, en dan hoef je alleen nog maar iemand er naartoe te sturen als het vies is. En niet meer als het niet vies is. Ja. En dus als je kijkt naar zo'n bedrijf als Fusi. Die hebben sensoren in winkelcentra. Ja. Ik geloof wel in dat soort dingen. Dus daar, door met heel veel mensen te praten, heel veel start-ups te praten en bedrijven. En dan kom je tot dit soort dingen. Ja. En dan probeer je de verbanden te leggen. Ja. Hey, voorbeelden van projecten die jullie doen is, we hebben het ook over AgroNext gehad, maar een van de dingen daarvan is eigenlijk dat je zegt, jullie op de site zeg je, het probleem van die branche is alles moet steeds maar goedkoper en die mensen die het goede werk doen, die verdienen ook gewoon een normaal salaris. Dus we hebben daarvoor bedacht, laat ze samen, de schoonmakers, de eigenaar of de bewoner van de ruimte, et cetera, in gesprek gaan en ook bepalen wat er moet gebeuren, prioriteiten leggen, dat soort dingen, zodat je op een andere manier waarde creëert. Jullie hebben Vitaal Flex, bepaal je eigen werktijd, zeg je wel. Dat is hetzelfde. Een heel belangrijk deel van wat jullie doen is eigenlijk zeggen, geef de controle aan de mensen die voor ons werken. Ja. Nog één ding aan toe mag voor. Het valt me op dat zeg jij steeds. Het gaat in bijna alles wat je zegt, gaat het niet over je klanten, maar gaat het over je mensen. Ja, hoe mooi is Klopt dat? Hè? Ja. Ja. Ja, hoe mooi is het? Ja, ik probeer echt iedere dag weer het beter te doen voor mensen. Ja, maar mensen zijn ook onze klanten. Nee, maar als je het goed doet voor onze mensen, doe je het ook goed voor onze klanten. Ja, dat is de overtuiging die in zo'n familiebedrijf zit. Ja. Het zit in ieder geval in mij. Ja, absoluut. Ja, dat is duidelijk. Ja. Absoluut. Maar wat merk je ervan? Want, dus jullie zeggen heel veel, geef de controle, geef de macht, leg ook neer waar de deskundigheid zit. Want die mensen ervaren iedere dag wat er speelt. In veel bedrijven, zeker in grote bedrijven, is er natuurlijk toch een soort grondhouding in van. Van wantrouwen bijna, zou ik willen zeggen, naar personeel. Want je moet mensen opdracht geven. En als je ze niet zegt dat ze er om 9 uur moeten zijn, dan komen ze om 10 uur. Ja. Waar komt bij jullie dat geloof in de mens vandaan?
Ja, ik denk dat dat in de genen van het bedrijf zit. En dat adem je bij heel Verbego van A tot Z in. Ja, dus daarom is die duurzaamheid. En duurzaamheid niet van rijden we allemaal groene auto's. Maar het zit bij ons echt in die people. Ja, maar dat vind ik nou zo'n container mode begrip waar ik helemaal niets mee heb. Duurzaamheid. Ja. Duurzaamheid hoor je nu overal. Nee, ja. Hoezo duurzaamheid? Ja, maar, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, we willen het beter doen voor mensen. Dus bij ons zit het heel erg op die people kant. En niet zozeer in die auto's kant of in de groene stroom of een weet ik wat. Het is meer dat je voor de lange termijn investeert. Dat is wat je ermee bedoelt. Ja. Ja. Er is aan de minstkant dan, hè? Ja, er meldt zich in ieder geval iemand op Twitter, namelijk Wietske van Iersel, die dolgraag jouw baan zou willen hebben. Dus dan weet je dat maar vast. Heb ik echt ook nog een mededeling binnen, zie ik nu. Who want to do birthday sex with me? FNT. Ja, maar dat is denk ik... die, ja, dat pik jij er dan weer uit. ben jij al bekend met Indoor Atlas voor indoor positionering? Is dat een techniek die je kent? Nou, Raimo tipt dat voor je. Moet je dan toch... Nou, ik heb Indoor Atlas. Weet jij wat het is? Wat is het? Ik ken het eigenlijk niet. Volgens mij meet je daarmee een ruimte in en dan vervolgens kun je weer, even kijken of de juiste dienstvorm hebt, hoor. Maar er is een dienst, meet je ruimte mee in en dan kun je zien waar je precies in de ruimte bent. Oké, dus dat zou dus zijn van die dingen die voor jullie natuurlijk heel interessant zijn. Absoluut, ja. Absoluut. Maar je hebt natuurlijk te maken met panden die gigantisch zijn. Dus je hebt het echt over ziekenhuizen, kantoorgebouwen. Ja. Als je kijkt ook naar bijvoorbeeld aanstaande donderdag, hebben we de dag van de vooruitgang, hè, waar we innovatie in dienstverlening naar een hoger plan proberen te trekken. En dan probeer je ook samen met je klanten, je leveranciers, je partners, nieuwe concepten te bedenken. Dus het is niet alleen een inspiratiemiddag en avond waarin nieuwe technieken, hè, Google Glass komt er onder andere ook naar voren, maar waarin je ook samen met klanten en leveranciers nieuwe concepten probeert te bedenken. Hè. TomTom is er bijvoorbeeld ook bij. Ik doe samen met TomTom een sessie in transparantie en mobiel. Dus dan probeer je nieuw concept te bedenken. Ja, dat past er helemaal bij. Hey, vraag van Arthur Hogeveen. Die zegt een schoonmaker met Google Glass. Nice. Maar wanneer klopt de business case daarvoor? Hij zet er een smiley achteraan, dat we het in een vorig gesprek er ook over hadden. Maar een interessante vraag vind ik wel aan. Hoe gaat het bij jullie van idee naar product? Hè? Wanneer op welke manier besluiten jullie of een leuk idee uit zo'n hackathon ook een product of een bedrijf wordt? Ja. Nou ja, als je kijkt naar hoe we Ellie gemaakt hebben. En dan begon dat meer vanuit een sociale innovatie. He, van je wil het werk leuker en makkelijker maken voor de schoonmaker. Maar als je dieper inzoomt op Ellie, was het ook een technologische innovatie. Hè? In 2010 heb ik het over de app voor schoonmakers. Maar er zit ook een heel verdienmodel achter. Want uiteindelijk, de klant betaalt dit. En waarom betaalt de klant dit? Omdat hij er veel meer voor terugkrijgt. Dus veel minder faalkosten, 50% minder in faalkosten. Je moet je voorstellen, stel jij wilt mij als schoonmaker een opdracht geven. Hoe gaat dat vandaag de dag? Dan loop jij eerst door het hele gebouw, waar is Roy? En dan zeg je, Roy, het kantoor moet schoongemaakt worden. Ja, dat hoeft niet meer, want je geeft direct de juiste schoonmaker de opdracht. Dus de contactlijnen zijn veel sneller. Dus de klant levert het meer op dan wat het hem kost. En hij betaalt ervoor. Dus eigenlijk is Ellie zeg maar, een strategische innovatie en niet alleen die sociale innovatie. Hey, ik was een tijdje geleden bij een mediabedrijf en toen had ik het over wat voorbeelden van dingen waarvan ik dacht, nou zou het niet kunnen. En toen zei degene die ik daar sprak, die zei van we moeten hier overal moeten een verdienmodel onmiddellijk aan vasthangen. Toen dacht ik, dat lijkt mij vrij dodelijk, want dan komt niemand meer met ideeën. Want als je twee keer mislukt, hè, dan ga jij niet meer met een... Hoe doen jullie dat? Worden mensen beloond als ze met ideeën komen? Worden ze afgestraft als ze mislukken? Nee, dat laatste zeker niet. Wij koesteren vooruitgang, zeg maar. Bij ons mag je daar... kom liefst met ideeën. En ook al gaan ze daarna mis. Oké, je mag ze niet 10 keer misdoen, hè, natuurlijk. Maar ik denk van ieder project dat je start en dat uiteindelijk mislukt, daar leer je van. En dat gebruik je weer in een volgende fase. En dat zie je bij ons ook. Dus bij ons... komen de bedrijven met ideeën. De bedrijven komen natuurlijk zelf ook met innovaties. En wij komen soms ook van links binnenvliegen met soms ook wel apart idee. Ja. Ja. Oké, ik vind het een mooi verhaal. Ja, iemand zei net ook al, maar ik heb hier met enige regelmaat. Ik heb niks met de muziek van Armada Music, maar daar zou ik ook wel willen werken. Maar ik heb er nu een nieuwe droom bij. Dat is toch dat ik bij een familiebedrijf in... Ja, ik ook. In Limburg. Maar ik denk ook weet je nog dat wij vorig jaar terug uit Austin, dat ik in het vliegtuig zat naast... die gaan binnenkort eens bellen, ook leuk voor de uitzending. Naast een dame die deed bij HAK.
Innovatie en mobiel. En ik zeg, maar ja, hak, weet je wel. De potjes met doperwten. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo'n bedrijf. Waar natuurlijk ongelooflijk veel te verbeteren en te doen valt. Dus dat doet me aan denken dat ik die ook weer eens moet bellen. Het lijkt me ook heel erg leuk. Het spreekt me ontzettend tot de verbeelding. En prachtig enthousiasmerend verhaal wat je hebt. Nog even Wilbert. Jij hebt dit hier gedaan. Dat is een van de dingen die je doet. Wat kun je met wat jij hier hebt geleerd, wat kun je daarmee bij andere bedrijven, bij andere opdrachtgevers? Ik denk vooral de manier van samenwerken. Dus de manier van Verbego is zo. Ik heb inmiddels aardig wat bedrijven bij Verbego een keer kunnen zien of gezien. En ze zijn allemaal heel ondernemend. Dat is heel, ze staan heel erg open voor samenwerking. En dat is echt iets. En hoe je dingen proberen en stappen nemen. En steeds een volgende stap. Zij zijn minder opdrachtgever dan je gewoon was? Ja. Dat denk ik wel, ja. Maar je mag het ook gewoon zeggen als het niet zo is. Hè? Nee, dat is geen kerrooi. Inmiddels goed genoeg. Ja. Nee, maar het is een... ik denk dat het eigenlijk... Het is gewoon een heel ondernemend bedrijf. Dat merk je gewoon als je daarvoor werkt. Anders dan... dus je ziet dat mensen gewoon dingen willen proberen. En dat heb je als een ander bedrijf. Kom je dat minder tegen. Ja. Dus dan is het meer in een bepaalde afdeling die daarvoor verantwoordelijk is en een andere afdeling niet. En dan loop je daarop vast. Ja, dus jij ervaart echt een bedrijfscultuur waar het door de verschillende geledingen, innovatie, dingen proberen, ondernemen, et cetera. Ja, of die in ieder geval minder strak is. De zin van dat het ergens stopt en dat het dan wel lang duurt voordat je verder komt. Of ja, je hebt de afdeling ideeën en die andere mag geen ideeën hebben, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld, ja. Hey, fantastisch. Nou ja, als jullie thuis kijken en je hebt nog meer van dit soort prachtvoorbeelden. Laat het ons weten. Ja, wij kennen veel industrieën niet. Dus ontzettend leuk om te horen. Goed, bedankt voor het kijken. We danken Streamzilla als sponsor voor de stream, zodat je live kon meekijken. Je weet het, we hebben, ik zeg altijd een stuk of 200, zullen we inmiddels maar 300 gaan zeggen? We hebben een stuk of 300 afleveringen van Topnames voor je klaarstaan op de website en via het YouTube-kanaal. Iedere dinsdagavond zijn we er live. En het is nu dinsdagavond, morgen woensdag kun je een app van Fast Moving Targets terugvinden in de iTunes Store. Dus ga dan kijken voor je iPad. En ook overigens HTML5, jawel, alle markten thuis. Dankjewel voor het kijken. Dag.